Na bijna 160 jaar afschaffing van de slavernij denken we nog steeds in rassen. Dit haalde historicus Alex van Cipriaan gisteren aan tijdens de lezing Doorwerking Nederlandse koloniale en slavernijgeschiedenis toen en nu met excuses. Hij zegt dat de slavernij heeft gemaakt dat het idee is ontstaan dat het witte ras superieur is. Daaraan gekoppeld is er een specifieke anti-zwart racisme ontstaan. De historicus meent dat de vermeende witte superioriteit en het anti-zwart racisme springlevend zijn, vooral in Nederland. En het verhindert veel witte mensen om kritisch naar zichzelf te kijken. Want ik kan toch niet slecht zijn? Ik bedoel het toch goed? U hebt misschien het boek van Gloria Wekker gelezen, White Innocence, dat gaat daarover. Ik kan toch niet, ik ben toch geen racist? Ik ben toch heel goed met mijn zwarte buurman en ik drink een biertje met hem en we praten met elkaar en het is toch goed? Wij zijn doordringd met dat denken van witte superioriteit. Wij doen het beter. En het idee dat dat natuurlijk is, dat dat vanzelfsprekend is. En daarbij bedoel ik niet alleen mensen die zeggen dat Zwarte Piet nu eenmaal een onschuldig kindervriend is of kinderfeestje. Of de mensen die zeggen, ja, slavernij, dat is al zo lang geleden, daar gaan we het niet meer over hebben. Daar kun je toch echt geen last meer van hebben. Nee, ik heb het ook over hele concrete dingen die aan de hand zijn in Nederland en waar we het gewoon niet meer over hebben. Van Cipriaan haalde verder aan dat de witte superioriteit zelf te zien is in het besteedbaar inkomen in Nederland tussen het blanke ras en de mensen met een Surinaamse afkomst. Hij wijst erop dat hoewel Nederland een beschaving naar Suriname heeft gebracht in de periode van de kolonisatie, Surinaamse burgers vandaag aan de dag tweederangs burgers zijn in Nederland. Of verdient gewoon minder. Of je wordt op alle mogelijke manieren achtergesteld. Niet iedereen, maar het is wel een groepsgebeuren. Doorwerkingen bij zwarte nazaten. Daarvan kun je iets soortgelijks zeggen, namelijk dat in eeuwen opgelegde inferioriteit is geïnternaliseerd, is eigen gemaakt. Het idee dat zwart nu eenmaal minder is dan wit. Het idee dat dat bijna een natuurgegeven is. Dat dat nou eenmaal zo is en dat je dat niet kunt veranderen. Zo zijn we en zo zijn ze nu eenmaal. He, iedereen kent vast de voorbeelden van opoyukloro. Verbeter je kleur. Moeders die dat tegen hun dochter zeiden. Neem een lichtgekleurde man, dan worden je kinderen lichtgekleurd en heb je meer kansen in de samenleving. Dat is geïnternaliseerde, eigengemaakte minderwaardigheid. Van Cipriaan geeft verder aan dat het minderwaardigheidscomplex bij de Afro-Surinamers zo ver gaat dat er geen geloof is in het eigen kunnen. Als voorbeeld geeft hij aan dat Afro-Surinamers erin geloven dat zij geen ondernemers kunnen zijn. De lezing is georganiseerd door het Nationaal Archief in samenwerking met de faculteit der Humaniora van Adecus. De faculteit der Humaniora maakt zich sterk voor het decoloniseren van de gedachtegang.